Mijn omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze leefomgeving. Tubbergen is een gemeente waar het nu goed wonen, werken, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden, moeten we nu al nadenken over de uitdagingen die op ons afkomen. Deze uitdagingen heten de speerpunten van mijn omgevingsvisie. We kiezen ervoor om de komende jaren te werken aan 11 speerpunten, die we onderverdelen over 3 vraagstukken. 1. Buitengebied in balans. 2. Leefbare kernen. 3. Leefomgeving van de toekomst. In ons buitengebied hebben veel verschillende functies allemaal ruimte nodig. Denk aan landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en wonen. Maar ook nieuwe functies als duurzame opwekking van energie en de vraag naar het vasthouden van water, vragen om ruimte. Samen leggen deze functies veel druk op ons buitengebied. Daarom het uitgangspunt, de goede functies op de goede plek en combineren waar mogelijk. Onze speerpunten voor het buitengebied zijn een toekomstgerichte agrarische sector waarbij we duurzamere landbouw stimuleren. Een goede staat van landschap en biodiversiteit, waarbij we samenwerking zoeken met de landbouw. Kwalitatief toerisme, waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur. We willen kernen waar het lekker wonen is, waar bedrijvigheid is en waar mensen werk kunnen vinden. Maar vooral ook kernen waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en om samen te komen. Het wordt steeds moeilijker om voorzieningen in stand te houden. Dit geldt voor winkels, horeca, kerkgebouwen, cultuurhuizen, sportvoorzieningen en scholen. Aan de andere kant zien we ook nieuwe plannen die kernen juist krachtiger maken. In Tubbergen werken we nauw samen met onze inwoners om te zorgen dat het hier ook voor de komende generaties goed toeven is. Dit willen we voortzetten aan de hand van 4 speerpunten. Voldoende voorzieningen, zodat we onze kernen ook in de toekomst leefbaar houden. Aantrekkelijk wonen, zodat inwoners een fijne plek in hun eigen gemeente hebben. Ruimte voor ondernemen, zodat er voldoende plekken voor bedrijven zijn en bereikbaarheid goed geregeld is. Zorgen voor een leefbare openbare ruimte, waarin we kijken naar veiligheid, woongenot, gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid. Tegelijkertijd houden we rekening met de gevolgen van klimaatverandering. We vinden het ook belangrijk dat onze leefomgeving gezond, veilig en duurzaam is. Dat betekent dat wij en ook onze kinderen leven in een omgeving met een gezonde bodem, gezonde lucht en gezond water. De ruimte moet ook veilig zijn, zodat er gespeeld kan worden en dat je kan wandelen, fietsen of autorijden zonder ongelukken. Tegelijkertijd moeten we anders omgaan met energie en grondstoffen. We gebruiken te veel en we gebruiken vooral grondstoffen die opraken. Dat moet anders. Hoe dat moet, zodat we nu en in de toekomst van een goede leefomgeving kunnen genieten, dat is de gezamenlijke uitdaging voor de komende jaren. Onze speerpunten voor een leefomgeving van de toekomst zijn een gezonde leefomgeving waarbij ontmoeten en bewegen centraal staat. Een veilige leefomgeving waarin inwoners en bezoekers zo veilig mogelijk kunnen wonen, werken, ontspannen, reizen, sporten en bewegen. Energie-neutraal in 2050, zodat we evenveel energie opwekken als gebruiken. Een duurzaam beheer, zodat we zuinig omgaan met water, de bodem en andere grondstoffen en materialen die we gebruiken. Wil je meer weten over de 11 speerpunten en het verhaal erachter? Kijk dan op de website omgevingsvisietubbergen.nl.